Nou, we zijn ontzettend blij dat we vandaag bezoek hebben gehad van de koningin en van de Sociaal-Economische Raad. Dat wij ook vanuit deze regio ons verhaal hebben mogen vertellen wat wij als IT-bedrijven, maar ook als overheden en als onderwijsinstellingen samen mogen betekenen voor deze regio. Zodat we ook op die wijze de werkgelegenheid van jaar tot jaar mogen laten groeien, ook in met name deze sector. Ik vind het sowieso echt ontzettend mooi dat de werkgevers gestart zijn met een ICT-campus. Ik denk dat dat echt uniek is. Dat werkgevers samen de handen ineens staan om echt te gaan staan voor ontwikkeling en voor kennis. En ik denk dat juist door met elkaar in gesprek te gaan, we goed kunnen kijken hoe we dat kunnen faciliteren met elkaar. En vanuit de overheid hebben we bijvoorbeeld bij proberen te dragen via de MKB-deal. En ik denk dat dat ook een mooi idee is. En hoe we dat in het onderwijs weer kunnen verbinden, is dat het onderwijs een mooi platform kan bieden voor studenten om in het echte dingen te gaan leren. En ik denk dat alleen samen we dat met elkaar kunnen doen. InfoSport is een bedrijf dat elke 10 jaar verdubbelt, zoals ook Michiel Kessen heeft gezegd tijdens de ontvangst van de koningin. Dat betekent dat we ook dag in dag uit bezig moeten zijn met het vinden van nieuw talent dat ook bij ons wil gaan werken. Dat betekent dat we als InfoSport zijn ook elke dag ons best moeten doen om echt een ontzettend aantrekkelijke werkgever te zijn en ook te blijven. Kijk, wat we regionaal nu aan het organiseren zijn, is ervoor zorgen dat de vijver van ICT-talenten echt enorm vergroot kan worden. Daar zijn we natuurlijk beperkt, want ja, die vijver is zo groot als het kan zijn. En wat je erin kan zetten is ook ja, afhankelijk van een aantal factoren. Dat heeft te maken met wat je kunt organiseren om de instroom van nieuwe ICT-talenten te vergroten. De inspanning zit hem ook in omscholingstrajecten, waar je in beroepen waar in de toekomst weinig kansen zitten. Dat je die HBO'ers en WO'ers kunt heropleiden tot goede ICT'ers. Die ook nog eens dan hun domeinkennis meenemen. En dat is denk ik ook een toegevoegde waarde. En vervolgens om te kijken of je bestaande ICT-talenten niet kunt bijscholen voor bepaalde specialisaties die er ontbreken. We hebben de problemen gedefinieerd, dus onderwijs, arbeidsmarkt, innovatie die je voort wilde helpen. Om die dingen die je eigenlijk als IT-bedrijf niet alleen kan, om die samen te gaan doen. En nou ja, daar loop je natuurlijk door de jaren heen tegen barrières op. Maar hebben we wel een bereidheid gevonden bij onderwijs en overheid. Door die lange samenwerking om ook barrières weg te nemen. En er blijft er altijd een aantal over die je misschien in het Haagse weg moet nemen. En dat is het mooie dat we daar vandaag wat over konden vertellen. Want wetgeving kunnen we vaak niet aanpassen vanuit de regio Food Valley. We willen in de regio Food Valley het landbouwbeleid op orde hebben. En we willen in de regio Food Valley extra woningen bouwen om dat te kunnen voorzien. En alle drie die items vragen ruimtebeslag. En het bedrijfsleven dreigt een beetje het afvoerputje te worden van het tekort aan ontwikkelruimte. En dat is puur op hectares, grond of kantoorgebouwen waar het moet gebeuren voor die sector. En dat, nou ja, dat maak ik best wel zorgen over. Ik heb het gevoel dat dingen vaak ingewikkeld zijn. Regels voor zowel ondernemers, werkgevers, maar ook voor gewone mensen. Waar heb ik nou recht op? Wat kan ik nou? Hoe kunnen we met elkaar er nou voor zorgen dat we dingen wat eenvoudiger gaan doen? En dat heb ik vooral meegenomen. Nou, ik denk dat als je Food Valley ziet, hè, en überhaupt voeding, dat is zo'n breed thema. Dat kan niet zonder ICT. En ik denk dat als je kijkt van hoe groeit iets en hoe maak ik dat tot een product en hoe belandt dat bij de klant. Ja, dat is zo'n breed spectrum waar overal ICT een rol bij heeft. Dus wat mij betreft kan Food Valley niet zonder ICT. Dat is voor mij duidelijk. En techniek hetzelfde natuurlijk. Dus ik zou iedereen willen uitnodigen in de ICT-sector, in de regio Food Valley, om aan de HR-tafel aan te schuiven. Die zijn we nu aan het opzetten. Zodat we dit soort vraagstukken over de werkgelegenheid van de toekomst, over de ICT-talenten van de toekomst, na te denken vanuit de HR-kant, vanuit de opleidingsdirecteuren van de opleidingen, maar ook vanuit de talenten van de toekomst. Laten we studenten ook laten aansluiten aan die HR-tafel om te kijken hoe we nog meer mensen kunnen aantrekken tot dit prachtige vak.